Moldavië is een van de armste landen in Oost-Europa. Sinds de val van de muur heeft de bevolking 80% minder geld. De economische malaise zorgt voor veel slachtoffers. En vooral gezinnen met kinderen zijn niet in staat rond te komen. Ik raakte in gesprek met Lilia en Aliona, twee zusjes. Hun ouders zijn ziek en hebben geen geld. Om u te laten zien hoe het dagelijks leven van de meeste kinderen hier in Madagaskar eruit ziet, volgen we een dagje deze drie prachtige dames. En ze gaan ons dadelijk mee naar school nemen waar ze een inenting krijgen tegen mazelen. Kijk, dit is nou zo'n school in een box. Er zitten dus potloden in, schriften, nou, allerlei lesmateriaal. En één zo'n box kunnen 80 kinderen van een school. I think you're great. Gisteren stond Chica hier helemaal alleen te wachten op Victoria, de activista die hen helpt. En haar wachten werd beloond. Want natuurlijk kwam Victoria. Ondanks dat ze zelf 4 kinderen heeft en keihard werkt. Zulke sterke vrouwen met zo'n groot hart moeten we steunen. Steun UNICEF.